Ik ben ook zo blij voor mijn jongens. En opa, die was toch zo blij met jouw vader. Dat was dan de laatste zin, dat was Jantje. En hij zei, dan ben ik toch zo alleen blij met dat jongetje. Nou, ik zei, maar jongen, ik zei, dan moest ik toch over zijn matje tellen. Ik weet niks van hem. Dat kon mij wel eens voor me schelen. Maar hij zei, nee. Hij zei, matjes moeten we. Hij moet een jongetje zelf. Nou, ik zei, jij hebt weer een jongetje nog niet. Hij zei, ik ben er toch zo blij mee. En Jantje die hing daar zo verlegen. Dat is jouw vader nou. Anders je vader. Hij zei, vader, vaker, ik ben zo blij dat het hard wordt. Nou, hij zei, vaker, maar ik heb wel niet varen. Ik heb niks verdienen. Hoor, hij zei, dat kan me niks schelen. Want hij zei, dat kan niet op zijn schoot zitten. Het past op zo'n jongetje. Was leuk. Ja, en toen blijft toen gewoon. Hij zit vaker. Dan lopen dus ook een, drie zulke lieve jonge geitjes te handen, Luc. Mag ik die hebben? Drie jonge geitjes. En dan ook nog zo vlieg, zo barrelig een jongetje hebben. Nou, vaker zegt, maar dat ken ik, jongen. Het hondje schrapt de verf van de deur en de geitjes eten de beren van de boom. En dat doen de geitjes vanzelf, dus ik rem in de boom. En we hadden zo'n prachtige perenboom voor u staan, met zoveel peren dan en zoveel leden lekker, maar toen waren laat liep. En dan ben ik altijd dat Trenke een bruutaald had. Trenke had een idee, die vrouw die in het huurde, die had het al, had die bruutaald, en dat had ze heel erg, die mag er zelf en die mag er, en de huurde mag niet aan de... Nee. Aan de bomen gaan. Nee, dat dacht ik wel. En zo'n prachtige mooie boom. Die sling in de bloementuin. Dat was ook een mooie bloementuin. Bloementuintje, zou ik maar zeggen. En daar steek die veerboom in. En dat was zo'n prachtige mooie boom. En hij groeide. En er kwam er zo'n poester van pieren. En zo lekker. En ik denk, wat hebben we drinken in? Ik denk, dat ik er niks meer. En die dat een dom ding dat ze die peerboom eruit had, hebben ze had er een idee. Die vrouw die erin, die ook huurde, die had het al die. Yeah. En dat hadden ze heel erg niet maken. Trenken waren naar wie wat, die was, dat was een kleindochter. Maar ik heb nooit zijt. En dan had ik het zijt. Daar had ik er wel achter gekomen dat ze het niet in had zien. Dus die had ook die peerboom gekregen van mezelf. En zo'n perenboom is dat pas. En achter steeg een dertje perenboom met zulke kleine dertjes allemaal. Alle kleine dertjes. En zo lekker en zo zoet. Want die grote dertjes ben meestal een beetje vrouw. Ja. En waren die vroeg riep? Die waren vroeg riep, ja. En ook zo lekker. En ik zei, maar is dat die perenboom met de moed had? En ik weet het maar dat. Ja, die hebben wel mijn DNA te zien. Maar die had heel veel DNA. Ik durf het ook niet te zeggen, want ik denk... ze willen het altijd, ik zal niks zeggen. Maar ik moest het wel zeggen, daar is iemand aan de kracht gekomen. Die vrouw die het van tevoren duurde, dat die het DNA had. Ja. Want dat had toch ook niks gegeven, ze werden het altijd te zien. Ja. Je wilt nog vruchten erbij. Ja hoor, ja, moeder die heeft al heel een peertje stof. Die stof is altijd. Oh ja. Ze hebben boom, twee bomen met stofperen. Oh. Want die handperen die zijn ook niet lekker, die moet je ook stoven. Oh ja. Ja, dat kan je het hebben. Ja. Ja, wij hadden eerder een pruimboom en ook een papierboom bij ons huis aan ons land. Die pruimbomen, dat zijn leuke dingen. Die mensen waar ik nou ben, die hebben ook een pruimenboom. De hele boom is aan. Weet ik nou.
Waar is de appel? Dat voelt jongen, dat is niet al. Best. Ongelukkig. Ja, misschien is het wat je wel wil. Je deed het al, ik ben er toch verleden week ook geweest. Als ik nou niet kwam, hè? Nou ja, maar nou kwam je niet en nou dacht ik. Wanneer kwam je niet? Ik kom toch wel. Ja, en gelukkig toch wel. Nou, we komen toch altijd om de 14 dagen, dat we daar ochtends en daar middags. Ja.